Kenneth begon er al eventjes over, staat hier op de desk. Het is allemaal in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid. Er staat een apparaatje bij ons, dat is de KPN Klasgenoot. Een van de initiatieven van het KPN Mooiste Contactfonds. En we zien daar Joshua. Joshua, even zwaaien allereerst. Ah, jongen, kijk, daar is hij. Ja, dit is mooi. Heel toevallig heeft mijn zoontje ook zo'n apparaat in de klas. Het is een apparaat speciaal ontwikkeld voor kinderen die dan thuis via de laptop of een andere device of in het ziekenhuis mee kunnen doen aan de lessen bijvoorbeeld in de klas. En Joshua, jij bent nu bij ons in de uitzending. Gebruik je deze ook voor in de klas? Ja, die gebruik ik ook in de klas. Ja, want voor de duidelijkheid, jij kan niet altijd naar school. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik iets bepaald heb waardoor ik eerder moe ben. Ja, en ben je, af en toe ben je een beetje te moe om naar school te kunnen? Ja. Ja, en dan kan je dit apparaatje gebruiken. Je kan dus meepraten. Hoe steek je je vinger op trouwens als je in de klas zit? Dat doe ik zo. Ah, oh, dan gaat het rode lampje gaat heen en weer knipperen. Ja. Cool. En dan mag jij wat vragen. Ja. Ja, en je bent uiteraard een groot PSV-fan. Ja. Ja, hey. En je hebt een mooi shirt aan. Dat is een nieuwe shirt, hè, of niet? Zeker. Ga eens even staan, dan kunnen we het even goed zien. Of een beetje dat je het shirt laat zien, een beetje dat het goed op camera is. Ja, klasse. Kijk, dit is mooi. Heel goed. Beetje groot nog, maar je bent al heel lang fan van PSV, of niet? Ja. Ja, van wie vind je de allerbeste? Maar de Weken. Oh, wat zou je balen dat hij niet meedoet dan? Ja, daar baal ik wel van. Ja, wat maakt hem zo goed, vind jij? Wel dat hij zijn tegenstanders vaak op het verkeerde been zet. Ja, kan je zelf ook een beetje voetballen eigenlijk? Nee, niet echt. Niet echt. Je houdt er gewoon vooral heel erg van. Ja. Ja, nou ben je 3 jaar geleden ben je bij een wedstrijd geweest. Welke wedstrijd was dat? PSV Ajax. Oh, en toen mocht je mee het veld op, of niet? Ja. Ja, want we zien je hier, zien we je met Jorrit Hendricks. Ik weet niet of jij dat ook kan zien. PSV Ajax was. Dan mocht jij met hem het veld oplopen. Vertel eens, hoe ging dat? Dat ging goed, vond ik. Ja, en dat vond ik eigenlijk ook wel goed gaan. Jij deed dat vrij natuurlijk. Ja, en PSV won dik, hè? Ja. Ja. Dus jij hebt een topdag toen gehad? Ja, dat vond ik wel fijn. Hé, en nou vraag ik me af, hè, want hoe oud ben je? 11. Dus dan zit je in groep 7 of in groep 8? In groep 8. In groep 8. Wat vind je het moeilijkste op school? Spelling. Oh, spelling. Dat vindt mijn zoon ook verschrikkelijk. Ja? Met de mollenwoorden en de molenwoorden. Vind je dat lastig? Ja, maar dan vooral de werkwoorden. Oh ja, de werkwoorden. Of het soms of het werkwoord verandert van klinker of niet? Nee, meestal de T's en de D's. Oh, de T's en de D's. Ah, dat is later niet belangrijk, joh. Wat wil je worden graag? Kok. Oh, nou, dan maakt die T of die D helemaal niks uit. Kan je al een beetje koken? Ik heb laatst zelf worstenbroodjes gemaakt. Worstenbroodjes, eigenlijk heel goed, jongen. Heel lekker. Hey, mag jij wel de hele wedstrijd kijken vanavond? Het is best laat, toch? Ja, dat mag ik denk ik wel. Ja? Kijk, zit je nu naar je moeder te kijken en knikt ze ja of niet? Ze moet glimlachen. Ja, hoe heet je moeder? Marieke. Nou, Marieke, dan kan ik je vertellen, Joshua mag van zowel Kenneth als van Marciano als van mij helemaal naar PSV Sparta kijken. Dus dat komt helemaal goed, hè? Ja. Hoeveel wordt dat, denk je, vanavond? Ik denk 4-0. 4-0, oké. Okay. En wie gaan er het doelpunten maken? Gakpo, denken wij. Wat denk jij? Ja, Gakpo, Gutsen 2 keer en Sahavi. Nou, geweldig, jongen. We gaan het in de gaten houden. Hey, dankjewel, Joshua. En veel plezier vanavond, hè? Dankjewel. Doei. Doei. Doei, doei. Doei, doei. Ja. Superleuk. Cool, hè? Ja, cool. Ja, vind ik ook. Gelukkig, we zitten wel eens te klagen over moderne dingen. Maar ja, dit is dan alweer erg handig om erbij te hebben. We gaan even naar eerder vandaag, jongens.